Ben jij wel een kei in het neerzetten van allerlei typetjes? Mm-hmm. En ik denk misschien is dat bij de yogareis, hè, die je eigenlijk voor Wie is de Mol deed, ja. dat je die daar goed hebt kunnen inzetten, die typetjes. Is dat zo? Nou, wat er gebeurt bij Wie is de Mol is dat je, of je nou de mol bent of niet, want mm-hmm. dat zijn ook dingen die we moeten natuurlijk in het midden laten, mm-hmm. maar dat je er vol in gaat. En dat is zo grappig. Je kan je van alles voornemen van tevoren. Of denk ik ga zo doen, of ik wil alleen maar zo in beeld. En dan begint het spel en dan wil je alleen maar gewoon het spel. Dan wil je winnen, maar dan moet je natuurlijk wel slim zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je dan het een en ander nog hebt ingezet. We gaan het zien. Leugentjes, dingetjes. Ik heb verder niks zeggen. Heb je er nog een leuke vriendschap aan overgehouden? Want weten we van de andere Wie is de Mollen? Cecile Narings en Ellie Lust bijvoorbeeld. Rick van der Westerlaak en Marlijn. Heb jij nog iemand die je nu speciaal een kerstkaart heeft? Nou, ik was al redelijk dol op hem, maar nu helemaal. En dat is Jeroen Kijk in de Vechten. Oh ja. Ja, maar die kende ik al een beetje. Ja, die kende ik al een beetje. Maar we wisten van tevoren niet dat we er allebei mee zouden doen. Aha. Toen was ik wel heel blij. Toen heb ik hem een hotelkamer ingetrokken en Yes! En de rest zullen jullie gaan zien.